drieën op een terras. Heb je gezien? Waar is Steven? Waar is Steven? Steven zit op een ander terras te wachten op ons. Want hij denkt, we gaan gewoon vandaag gezellig op het terrasje zitten. Dat gaan we niet doen. Fout. We gaan Steven straffen. Ja. Deze wordt gewoon een memorabele dag. Ik heb wordt echt een memorabele dag. Stop met gniffelen, jongen. We caught in a trap. Ja, Steven. Hier is hem, ze. Hier is hem, ze. Lucky. Lucky. Je zit verloren, hè? Ja. Je bent nu blind ook, hè? Voilà. Ja, daar zin in, Steven. Oh, ongelooflijk. Kun jij nog iets zien? Nee, maar spant hem wel goed uit, want anders gaat dat afzakken. Ik voel dat nu al. Ja, dat is moeilijk, hè. Zo'n touw rond een ballon doen. Dat is... En ik ga een muziekje opzetten, dat jij niet hoort waar we zijn. We zullen een beetje Mozart doen. Of Rachmaninoff, dat is nog dramatischer. Ja, ja. Allee, jongens. Dat gaan we toch laten doen. Oei, door het donker. Voel je al wat zenuwachtig, Steven? Ik begin bijna medelijden te krijgen. Ik begin echt bijna medelijden te krijgen. Bijna, hè. Ja. Oké, wat jij mag doen is nu naar daar draaien. Je mag naar die deur daar aan de linkerkant kloppen en binnengaan. Rechterkant. Rechterkant daar, ja. Off you go, rechterkant. Kloppen en binnengaan. Veel plezier. Oké. Dag Steven. Goedemiddag. Hallo, kom binnen. Dag allemaal. Ik zal u wel even naar uw presentatie. Ja, dankjewel. En die leerlingen die weten dus ook van niks. Ja. Oké, mensen, ik stel jullie voor aan Steven Goedgebeur, zeer ervaren informaticus. Eigenlijk zo'n beetje in België een guru aan het worden. Heeft onder andere gewerkt bij Google in de States en bij Apple. En sinds 2 jaar is hij een motivational speaker, heet het dan. Dus hij reist de wereld af en geeft lezingen aan mensen zoals jullie om jullie te motiveren om een goede IT'er te worden. Steven? Zo, hartelijk dank voor de mooie aankondiging. Goedemiddag allemaal. Wees mij nog niet echt verteld welke studies jullie doen. Kan u mij dat kort vertellen? Toegepaste informatica. Toegepaste informatica. Jullie zijn ook kenners. Dat doet mij geweldig veel plezier. Ik ga onmiddellijk beginnen met de eerste slide. De les wordt door mij gegeven. Steven Goedgebuur, verdeler van inzicht. Die heeft die PowerPoint dus nog nooit gezien. Allereerst, respecteer uw computer. Ik zie dat jullie het allemaal heel proper voor jullie hebben liggen. Dat is heel belangrijk. Als je hem niet gebruikt, zou ik zeggen, het scherm altijd even naar beneden doen. Dat is de leefbaarheid van uw computer. Blijft zo veel langer goed. Voilà. De computer is uw vriend. Wij handelen hem als uw vriendin. Heb jij al een vriendin, jongeman? Je hebt geen vriendin. Wel, ik zou zeggen, als je er een hebt, koestert die. Ik bedoel, die jonge dame, die is nog vrij, denk ik. Nee, toch niet? Nochtans, uw blik deed mij iets anders vermoeden. Maar in ieder geval... Behandelt ze zoals je een vriendin zou hebben. Koestert die en dan gaat die veel langer mee. Voilà. En dat is ook uw enige vriend. Als je een goede informaticus wil, moet u volledig concentreren op uw job. En dan zijn andere vrienden buiten uw computer niet echt mogelijk. Even kijken. De methode Goedgebuur. Ik weet niet, hebben jullie die al ooit toegelicht aan de leerlingen? Methode Goedgebuur. Helaas. Dan zal ik zelf daar nog iets over vertellen. Durf in de spiegel kijken, zonder schaamte. Zelfvertrouwen is heel belangrijk. Als je gelooft in hetgeen dat je maakt, pas dan kun je echt succesvol worden. We gaan verder. Uw eigen idee is altijd het beste. Wat je zelf doet, doe je beter. Het kan zijn dat jullie denken van, oei, wat voor zever verklapt je? Wel, ik geloof erin, mijn idee is het beste. Wat dat jullie denken, interesseert mij niet. Goed, dan is er ook een probleemoplossing. Hè. Iedereen is vertrouwd met het probleem. Bugs. Nee, dat verzamelt alle fouten. Al eens contact gehad met bugs. Of error 404. Er moest dan ook wel eens verschijnen. Het beruchte blauwe scherm, als het echt heel slecht gaat. Wel, de oplossing die daarvoor heel frequent is, dat is deze matrix vierkant. Deze matrixvierkant, dat wil eigenlijk zeggen eigenlijk dat de vierkant bestaat uit 4 aparte delen. Dat refereert een klein beetje naar die E404. En dat is een zeer speciale chip die zij ontworpen hebben. Een chip in de vorm van een Deens matrixvierkant.
meneer die chip in uw harde schijf mee wordt geïmplementeerd, dan pas zullen die bugs kunnen verdwijnen. Dus een Deense matrix vierkant is toch wel een aanrader. Meneer zal dat ongetwijfeld al wel van gehoord hebben. Is dat duidelijk? Voilà. Zijn er nog vragen? Ik hoop voor hem dat hem geen vraag is. Oké, als er geen vragen zijn, dank u wel voor dit interessante gegeven. Voilà. Ik dank jullie hartelijk. Merci daarvoor. Ja. Even tot ziens. Dank je wel. Is er niet goed van in deze film? Ja? Ça va, jongen? Ja.